heb nog stad niet gezien. Ik heb rond hotel een beetje gewandeld, shoppingcenter geweest. De stad volledig niet gezien, behalve opwarmingpiste en zo. Verwachting van de wedstrijd een beetje aftellen, zo zullen zien. Ja, want ik heb zo wat dat ze je toch wel een beetje hopen dat jij een medaille gaat halen. Dat is druk wat mensen beginnen op mij liggen, maar ik wil dat zelf niet zeggen, omdat ik moet blijven concentreren op mezelf, op mijn eigen prestatie. Kwalificatie is altijd heel moeilijk, omdat ja, dus daar is iets mis met de eerste poging gaan. Dan begin je een beetje nerveus te zijn. Je hebt alleen 3 pogingen de kwalificatienorm in orde brengen. Zo, en omdat ik zal stap per stap doen kwalificatie. En als ik ben in de finale, dan hoop ik pijnvrij springen. En dan ik zal proberen zeker mijn best doen. Ja, want je hebt pijn. Vertel daar eens meer over. Ja, ik heb een beetje problemen met een rechte knieclassificatie. Maar het is al lang geleden en het is een beetje chronisch aan het worden. En als ik technisch doe sprong, een beetje verkeerd, het doet wel pijn. Maar nu is alles onder controle. Ik zal verdoving krijgen voor deze knie. Zo pijnkillers. Ik hoop dat het stabiel blijven en niet verergerd. Maar voor mij is het gewoon een springen met pijn. Ik kan er mee gaan en het is alleen de kwestie van comfort. Zo. Ja, want als ze jou verdoven, voel je helemaal niks in die knie. Nee, jawel, je voelt sowieso iets. Het is gewoon een beetje beter voor je hoofd. Dat je weet dat je hebt alles gedaan voor een beetje comfort te voelen. En ik denk met adrenaline, ik zal het nog minder voelen dan op training of op de andere wedstrijden. Dat Europese kampioenschap, het is iets speciaals dan andere wedstrijden. Oké, je een beetje meer adrenaline hebben, denk ik, voor aan wedstrijden te deelnemen. Ja, want in Doha presteerde jij heel goed, de WK indoor. Met welke prestatie zou je hier bij het EK tevreden zijn? Mijn Doha was niet zo goed, omdat ik kom ook van blessure een beetje. Maar toch wel, ik heb finale gehaald. Ik was heel blij over. En ik heb 14-02 gedaan, maar spijtig zonder plank. So, ik heb 20 centimeter verloren van mijn prestatie van indoor in Doha. So. Maar het is wel vertrouwen in gegeven zelf na blessure. Ik heb mijn plaats gehad. So. En nu ik heb mijn PB 14:53. So. Als ik zou zelf de resultaat tonen in de finale, het kan zijn, jawel, kans heel dicht op het podium staan of heel dicht bij het podium. Maar daar maak ik nog geen sprake van, omdat ja, kan alles nog gebeuren. En ieder meisje heeft kans voor echt mooie prestatie. En daarin moet ik op hetzelfde moment gewoon zien wat kan je daar doen. Svetlana, nu, je bent nu in Barcelona, zij springt EK. Hoe staat ze ervoor en welke kansen schat jij in dat ze medaille haalt? Wel, het begin van het seizoen is zeer sterk geweest. Svetlana heeft heel mooie wedstrijden gedaan, een persoonlijk record, Belgisch record. Dat zet natuurlijk ook wat druk op haar dat zij op het Europees kampioenschap moet presteren. We hebben beslist om voor dit kampioenschap nog een korte stage in te lassen in Valbonne, in het zuiden van Frankrijk. Eigenlijk meer een stage om vooral te acclimatiseren aan de warmte en om ook te werken op een aantal details. We hebben die stage goed kunnen afwerken. We zijn vandaag hier in Barcelona. De laatste trainingen worden afgewerkt. Het zijn zeer lichte trainingen. Donderdag is er een zeer belangrijke wedstrijd. Dat zijn de kwalificaties. 14,20 meter. Het moet haalbaar zijn. Maar het zal zeer spannend zijn. Een kwalificatie is 3 pogingen en het moet in die 3 pogingen gebeuren. Het is niet zoals een gewone wedstrijd waarin dat men 6 pogingen de kans heeft. Maakt extra druk. Maar ze moet het kunnen. Ja, want jij gaf zelf aan vorig jaar de Russische ranglijst aanvoers haalde. Toen kwam niet door de kwalificaties heen in Berlijn. Ja, inderdaad. Alikina heeft vorig jaar dus inderdaad de ranglijsten aangevoerd. Dus is nu de kwalificatie geraakt in Berlijn. Het is in Berlijn. Het is inderdaad, men moet het springen op het moment zelf, op het uur dat de wedstrijd voorzien is. Alle meisjes samen, 2 groepen. En dit is ook extra stress. Maar ik hoop dat Svetlana voldoende ervaring heeft om hier door te geraken. En dan gaan we naar de finale. Ze gaf zelf ook aan, ze heeft toch een pijntje in die knie. In hoezeer belemmert het haar om heel goed te springen? De pijn in de knie is er, was er ook de laatste wedstrijd. Niettemin heeft ze in die laatste wedstrijd ook goed gesprongen. Het is geen nieuw trauma, het is eigenlijk een calcificatie die er al een hele tijd is. Natuurlijk pijn voor een atleet die in topvorm is en die eigenlijk door die pijn niet op 100% kan presteren, is niet aangenaam. En het is erom dat we er ook alles zullen aan doen
om die pijn donderdag weg te nemen. En als we daarin lukken, dan is de baan vrij om een goede prestatie te leveren. Wie zijn de grote kanshebbers voor de medailles, schat jij? Wel, het Inkspraakspringen dit jaar is heel speciaal, omdat iedereen heeft bijna iedereen geklopt. Als men zuiver op de persoonlijke prestatie moet kijken, dan geef ik als favoriet Alekhine. Maar zoals ze het gezegd heeft, vorig jaar in Berlijn is ze niet door de kwalificatie geraakt. Maar vanaf plaats 2 is voor mij open voor iedereen. Ook voor jouw pupil? Iedereen. Waarom niet? Met welk resultaat van Svetlana zou jij tevreden zijn? Wel, ik denk als ze goed springt, als ook vertrouwen heeft in het feit dat ze de laatste wedstrijden toch bijna constant heeft gesprongen, denk ik dat ze moet in de mogelijkheid van 14,50 terug te herhalen. Wat vind jij nog meer een mooi onderdeel om naar te kijken? Oh, ik vind alle disciplines mooi. Atletiek is een mooie sport in het algemeen. Ik vind dat een heel mooie sport. Ik heb ze vroeger ook atletiek gedaan. Ik heb er ook altijd van genoten. Het is een prachtig stadion, het Olympisch stadion van de Olympische Spelen in 1992. Zeer mooie omgeving, zeer mooie weersomstandigheden. Het zal een mooie week worden. Laatste vraag. Als je nou helemaal geen verstand hebt van hinkslagspringen, waar moet je dan, als je dadelijk naar zo'n wedstrijd gaat kijken, op letten om hinkslagspringen mooi te gaan vinden? Om het hinkslagspringen mooi te gaan vinden. Op de eerste plaats zijn het allemaal mooie vrouwen die hinkslagspringen. Dat is toch ook niet onbelangrijk om als kijker die niet atletiek kent om naar een sportwedstrijd te komen kijken. En het is ook een gracieuze beweging. Het zijn 3 fases achter elkaar met een landing in de zandbak. Het is toch een mooie discipline. En het is ook een wedstrijd waar dat je op 1 punt alles kunt volgen. En dat is toch ook plezant voor iemand die niet altijd elke dag atletiek volgt. Wel, Stijn heeft spijtig genoeg dit jaar zijn minimum voor Barcelona niet gehaald, 2,26 meter. We hebben een kwetsuur gehad waar dat het enige tijd geduurd heeft voordat men wist wat de oorzaak daarvan was. En spijtig genoeg was het wat laat. Hij heeft in extremis nog 2,21 kunnen springen op het Belgisch kampioenschap. Nip 2,26 gemist. Maar spijtig genoeg niet genoeg. Hij was er klaar voor. Het hangt soms aan zijn zijden draadje. Conditie kan je zomaar niet op bevel laten komen. Het zal niet voor dit jaar zijn voorstaan. Voor het Europees kampioenschap. Maar ik ben ervan overtuigd dat hij nog wel dit jaar hoger zal springen dan zijn persoonlijk record. Hij is hier in Barcelona. Er wordt getraind. We kijken uit naar de maand augustus om een aantal wedstrijden terug te programmeren. Ik heb er vertrouwen in. Dus dat belooft nog een mooi naseizoen. Absoluut, het seizoen loopt tot half september, dus het stopt niet naar Barcelona. Ook niet voor Svetlana, er zijn nog een aantal wedstrijden die gepland zullen worden en waar we zeker zullen deelnemen.